Hallo, leuk dat je kijkt naar TTM TV, naar een nieuwe vlog. Ik ben hier in Las Vegas op de CES, de Consumer Electronics Show, waar natuurlijk heel veel nieuws te zien is. Ik maak er ook een ander vlog over, maar Daimler is hier ook aanwezig met nieuws over personenauto's, met nieuws over trucks. En dat gaat dan vooral over automated driving, dus autonoom rijden. En daarmee gaat Daimler naar een volgend level, namelijk level 2. Ja. In Europa hebben wij de Mercedes-Benz e-Actros. Hier in Amerika hebben we de Freightliner EM2. Een elektrische distributietruck, 480 pk. Hij komt, ik geloof, 320 km ver, dus dat is best voldoende. Voor een distributierit natuurlijk. En nou ja, het is heerlijk stil. Kijk, we hebben een prachtig display aan boord, wat een beetje lijkt op wat we al in de nieuwe Actros hebben gezien. Nou ja, verder is dit natuurlijk een hele Amerikaanse truck. Ik zal eens even kijken of we Elon Musk nog jaloers kunnen maken. Nou, hij gaat best goed van zijn plek af, maar het is natuurlijk geen racer, maar hij is wel heel erg stil. Dus daar kunnen we alleen maar heel tevreden over zijn, want ja, met een stille auto in de stad, dat vinden ze alleen maar prettig. Met deze EM2 kom je 320 km ver. En de vraag is natuurlijk altijd, wat kan er dan mee achterin? Want actieradius en laadvermogen, dat is een beetje tegenstrijdig. Die strijden met elkaar om aandacht bij elektrische trucks. En in deze auto kan er 8000 pond. Dus dat is naar mijn berekeningen. En dat is best veel eigenlijk. Dus daarmee moet je met deze auto best goed kunnen rijden in distributiewerkzaamheden. Meerijden met de e-Cascadia, we mogen niet zelf rijden, maar goed, dan rijden we gewoon een stukje mee. Een truck met maar liefst 730 pk en een actieradius van 400 km. Dan kom je natuurlijk, dat is niet echt voor het lange afstandsvervoer geschikt, maar het is wel echt een volledige grote truck zoals we die kennen. Daimler zegt zelf ook, ja, het is een beetje kijken tussen actieradius en laadvermogen en daar probeer je zo best mogelijk een compromis te sluiten. En dat is wat ze nu hier in Amerika aan het uittesten zijn. Staat de nieuwe Freightliner Cascadia en we zien allerlei aanpassingen op het gebied van aerodynamica. Zo is de onderkant daar helemaal afgedicht, zodat je minder luchtwervelingen daar hebt. Ook hier, dit is ook afgedicht waar de towhoek zit. We zien daar bij de A-stijl een deflector, ook voor betere aerodynamica. En dat zien we ook hier aan de onderkant. Er zitten rubber flaps die het hele onderkant helemaal afdichten. En dat zien we ook hier natuurlijk. Zijfenders. En ook hier tussen de, aan de achterkant, zien we allemaal aerodynamische aanpassingen die ervoor moeten zorgen dat er minder luchtweerstand is. En wat helemaal mooi is, is dat deze nieuwe Cascadia, omdat die luchtvering voor en achter heeft, een chassis heeft wat, wat lager kan worden ingesteld. Hij kan 1 inch lager vanaf een bepaalde snelheid, waardoor er weer een heel klein stukje
aan brandstof wordt bespaard. Over de nieuwe Freightliner Cascadia. We kunnen er ook even mee rijden. Het is wel jammer dat deze auto nog niet alle features heeft die ik, waarover ik gehoord heb. De nieuwe Cascadia kan bijvoorbeeld level 2 autonoom rijden, maar dat kan deze nog niet. Hier hebben we wel predictive cruise control en allerlei veiligheidssystemen. Maar ik kan nog niet het stuur loslaten en dan autonoom gaan rijden. Dat zit er nog even niet in. Maar het is wel weer heel apart om met zo'n auto te rijden die wij in Nederland natuurlijk helemaal niet kennen. Zo'n neus voor je, maar ja, dat is wel bijzonder. En ja, een heleboel van deze zaken, een heleboel zaken die we op de Actros kennen, zitten ook op deze auto. Bijvoorbeeld cruise control kennen we, nou ja, dat zit er allemaal op en het lijkt ook allemaal qua feel en qua bediening op de auto's die wij kennen in Europa op de Mercedes-Benz Actros. Ik rij nog een rondje hier in Las Vegas en ik zeg dankjewel voor het kijken naar dit vlog van TTM TV. Vond je het leuk? Geef een duimpje en wil je nog meer zien? Kun je je abonneren met de knop die nu in beeld komt. Ik zie je graag de volgende keer. Hoi!